Dit fort is gebouwd in 1877, lange tijd terug. En ze zitten allemaal met elkaar verbonden, wat ze noemen de waterlinie. De bedoeling dan was om met landen zoals Duitsland of wat dan ook tegen te houden door het land onder water te lopen. En dan hun af te weren met forten. Eigenlijk heel simpel gezegd is het een met behoud van uitkering werkplek. Voor mensen die wat minder beschaafd zijn en zeg maar wat moeite hebben met leren en dingen. Dus die kunnen hier hun gangetje gaan. We zijn wel een dagbesteding, maar ik vind onszelf veel meer een bedrijf. Wij zijn echt een horecagelegenheid en een kampeerterrein. En de mensen die hier komen, die werken hier, de deelnemers. Het is allemaal, je wordt nu achter je kont aangezeten, om het even zo te zeggen. Met het verleden werd ik opgefokt van je moet dit, je moet dat. En hier is het gewoon heel anders. Echt heel anders. Voor de gasten is hier, kunnen ze naar het theehuis om te eten en te drinken. Ze kunnen kamperen hier op het grasveld. En voor bedrijven of andere mensen kunnen ze een bijeenkomst houden of een workshop. We hebben lekker gelopen hier, hè? Ja, we hebben lekker gelopen. Hè? Is het hier lekker uitrusten, hè? Ja. Zo. Van dat berenklauwen plukken. Dat, die zijn er wel gevaarlijk. Want dan krijg je blaren en dat is heel erg vervelend. Ik heb van alles gedaan. Ik ben eerst een hele tijd bouwvakker geweest. En toen ben ik uiteindelijk, na een hele hoop misstapjes, ben ik hier terechtgekomen. Je hebt hier een beetje je eigen gang, hè? Alleen hier, ja, je weet van tevoren al wat er moet gebeuren, dus je gaat aan de slag. Nou, wij kijken echt naar perspectieven. Dan niet het perspectief per se binnen Rijnaarden, maar ook gewoon de arbeidsmarkt of een andere locatie. En dat is wel iets, dat is nieuw denken. Om je goede deelnemer door te laten stromen naar een andere plek, want dan ben jij hem eigenlijk kwijt. Maar voor het persoonlijke perspectief is het wel heel erg goed. Het was hier nog een bende, een keer aankwam. We hebben aangelegd, betonbanen aangelegd, tegels aangelegd, terras, allemaal. Het is hier veel mooier dan het daarvoor was. Dames! Ik word hier heel blij en het kost veel energie omdat we het echt aan het opzetten zijn, maar daarvoor krijgen we ook weer heel veel energie terug. Ik vind het een hele mooie locatie en het is heel mooi opgeknapt. Alle soorten koffie. Alle soorten lekkers erbij. Ja. Van dat de mensen zijn echt gezellig en het natuur natuurlijk. Het is geweldig om hier te zijn. Het maakt mij dag.